Kijk, daar komt dat vliegtuig aan. Moet je kijken, precies 100 meter voorbij het glijpadinstallatie komt je op de baan weer. Nou, dat is eigenlijk perfect. Vliegtuigen die landen op een hellingshoek of in een hellingshoek van 3 graden. En dat is de meest comfortabele hoek voor een vliegtuig om op de baan te komen. Bij heel goed zicht kunnen vliegtuigen perfect landen zonder hulpmiddelen. Maar in Nederland hebben we helaas vaak geen goed zicht. En het is heel makkelijk en ook brandstofbesparend als ze dat doen aan de hand van landingshulpmiddelen, zoals het instrument landing systeem. Dit is de antenneinstallatie van het glijpad. Het glijpadgedeelte dat zendt een signaal uit wat door het vliegtuig wordt ontvangen. En dat signaal zorgt dat ze precies in die hellingshoek van 3 graden naar beneden kunnen komen. We zijn hier bij de localizer antenneinstallatie van het instrument landing systeem. En deze installatie zorgt ervoor dat de vliegtuigen precies in het midden van de baan kunnen landen. Heel regelmatig wordt de kwaliteit en de nauwkeurigheid van het signaal gemeten. Enerzijds gebeurt dat door middel van meetvluchten. Hetzelfde kan gedaan worden vanaf de grond. Dat is de meetmast. Hiermee controleren wij het signaal van het glijpad. En dat controleren wij niet alleen op de hoogte, niet alleen op 3 graden, maar ook eronder en daarboven. Want aan de onderkant moet het vliegtuig, als het te laag komt aanvliegen, een sterk fly-up signaal hebben. En aan de bovenkant moet hij een signaal hebben dat zegt, oh, je zit te hoog en nu naar beneden. Zodat hij weer op 3 graden komt. Dat doen we dus door onze mast ook echt van beneden naar boven te laten gaan. Zodat we een hele doorsnee hebben van het glijpadsignaal. De gemeten koers die zat hier op 17,76 meter. Als je dat omrekent, dan kom je op 2,97 graden uit. Nou, wij zaten hier op een afwijking van 0,03, dus dat is ruim binnen tolerantie. Hier op de baandrempel kunnen wij het signaal zien vanaf het glijpad tot de baandrempel. Maar hoe het verderop eruit ziet, dat weten we niet. Dat kan alleen het meetvliegtuig controleren. Wij gaan straks de buitenveldbaan kalibreren. Het instrument landing system wat daarop staat, gaan we onderzoeken. Kalibreren houdt in dat je kijkt of de signalen in de lucht binnen de toleranties liggen. Dat is nodig zodat alle vliegtuigen op Schiphol veilig kunnen landen bij alle weersomstandigheden. We doen net of we een echte landing gaan maken, dus we naderen de landingsbaan zoals een normaal vliegtuig dat ook zal doen. En dan vlak voor de landing breken we dat af en dan doen we de volgende nadering weer. Nou, tijdens de nadering start ik het meetsysteem. Om de meting uit te voeren gebruiken wij gemodificeerde vliegtuigontvangers. Die sturen signalen door naar een computer. En die computer die berekent de signalen die ik voor me krijg. We hebben net een manoeuvre gedaan, een lage manoeuvre over de baan, waarbij we localizer en glijpad getest hebben. Er zijn tijdens de meting van het instrument landing system op de buitenveldbaan geen bijzonderheden ontdekt. We zijn klaar met de meting, dus het is tijd om terug te gaan naar Schiphol. Het ILS is bijzonder betrouwbaar en dat blijkt ook wel als je ziet hoeveel vliegtuigen er per dag landen en hoe precies ze binnenkomen en landen op de plaats. Zowel vanaf het glijpad gezien als in het midden van de baan kun je echt spreken dat het ILS ongelooflijk betrouwbaar is. En dat moet ook wel.